van Wisselmars. Nou, we hebben er een beetje mee laten puzzelen. En ik ben er nog even mee verder mee te puzzelen. En ik denk dat we nou iets hebben wat lekker loopt op dit nummer. En we hebben ons klaarstand voor het wat moeilijkere voetenwerk. We beginnen met een Flores. Maar we doen hem iets lager. We doen hem ongeveer op deze hoogte. Dan doen we het begin van molen. Alleen we doen lip. Dus dat betekent dat hij daarin staat. Dus we doen rechts, links. En weer rechts. En dan gaat vierde navel eruit. En vierde navel er weer in. En we krijgen, totaal onlogisch, rechts, links, rechts, wachten, rechts, links, rechts. Dus daar komt ie. Rechts, links, rechts. Even wachten. Rechts, links. Rechts. Vervolgens doen we de beton al naar beneden en dan doen we de spin. En dan doen we ook precies zo. Van de rug naast, spin, naast. Dus niet meer je beton op de plek zetten en dan pas de spin maar doen. Nee, je zorgt dat die klaar staat. Ja, je kunt het niet meer smokkelen. En je kunt hem hier smokkelen. Maar die hand gaat er niet eerder meer bij en dan dat hij die spin moet maken. Dus dit effect gaan we niet meer doen. Dus, spin, op de rug, gelijk naast. Dan noemen we een hoge Flores. Maar we doen die hand ook. En we doen de hand achter de beton. Dus achter. Dus je krijgt spin gelijk naast Flores. Naast. Spin naast Flores. Naast. Dat doen we vier keer achter elkaar. We beginnen weer even met de wip. Komt ie. Op terug. Rechts. Links. Rechts. Even wachten. Rechts. Links. Rechts. En naast. En spin. En naast. En Flores. En naast. Twee. Drie. Vier. Oké. Dan pakken we de tong aan het uiteinde beet. Zwaai je hem één keer en dan doe je hem achterlangs. Ook die kennen jullie. Pak je hem hier beet, doe je de beton daar. Achterlangs. En elke keer doet de drumband iets, wij doen iets, de drumband doet iets, wij doen iets. Ja, dus het is, elke keer zit er behoorlijk veel rust tussen, behalve het eerste stukje. Komt ie. En wachten.
En zwaai. En wachten. En zwaai. En wachten. En zwaai. En wachten. En zwaai. En stippel change. Stippel change. 5, 6, 7, 8. Stukje. Hoe gaat die? Omhoog. Omhoog. Draai hem om. En laat hem vallen. Dus nog een keer. En laat hem vallen. Oké, achter elkaar. En je hoeft het simpelste stukje nog niet mee te doen. Als het jou wel lukt, doe je die jou wel mee. En anders kun je die nog op de volgende video kun je die nog oefenen. Komt ie. En wachten. En spin. En ja, dat klopt, voor degenen die je missen. Dit heb ik eruit gehaald, want het liep niet helemaal lekker. En ik was bang dat het iets te ingewikkeld zou worden.